Donderdag is het weer zover. Dat geeft Chromie Coach een gratis infoavond rond hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid? Is dat niet gewoon een slimme? Is een veelvoorkomende zin die je waarschijnlijk al zult gehoord hebben. Kom je zelf echter tot de vaststelling dat jouw kind eigenlijk heel moeilijk vriendjes maakt, of dat het heel veel naast de juf staat? Of voor jezelf als volwassenen heb jij ook het gevoel dat er een moeilijk connectie kan gemaakt worden met je collega's, dat onderwerpen gelijk nogal verschillen die hun interesseren en die jou interesseren, dat je denkpatroon nogal anders uitvalt dan die van jouw collega's? Heeft jouw kind een gigantisch grote fantasie, bijna tot in het oneindige? Of heb jij als volwassenen geniale projectideeën die gelijk nooit kunnen landen op jouw werk, omdat ze vinden dat het nogal heel ver gezocht is? Is jouw kind of ben je zelf heel gevoelig aan lawaai? Kan je bijvoorbeeld niet tegen de broodzak of het eten van een broodje of iemand die slurpt of smakt of zo van die hele domme geluiden waar de rest eigenlijk geen last van heeft, maar waar dat jij of je kind wel enorm last van heeft. Is het kind waarover de juf babbelt gelijk helemaal niet het kind dat je thuis ziet rondlopen? Lijkt het boekje van de gezinsbond altijd te laat te komen? Lijkt de leeftijdsindicatie op de puzzels ook altijd foutief te zijn? Omdat je puzzels pakt voor oudere kinderen? Heeft jouw kind altijd goede punten, maar moet hij eigenlijk helemaal niet studeren? En herinner je diezelfde scenario's ook van jezelf en van je eigen jonge tijd? Heeft je kindje zichzelf leren lezen? Heb je mogelijk zelf daarvoor onder je voeten gekregen op het school in het eerste studiejaar? Lijkt je kind een ADHD'ertje, een Duracell-konijn, maar als hij bezig is met een project die opperste concentratie vraagt en die hij super vindt, dat hij dan uren kan stilzitten daarvoor? En heb je signalen gekregen van vrienden, van collega's, van de school, dat er mogelijk wel meer aan de hand is en dat mogelijk misschien wel hoogbegaafdheid in het spel kon zitten? Dan hebben wij als Chromie Coach verschillende oplossingen voor u, zowel naar jouw kind toe als naar jezelf toe als volwassenen en ook naar bedrijven toe om deze hoogbegaafdheid beter toe te lichten en plaats te kunnen geven en er vooral een kwaliteitslabel te kunnen maken. Hoe moeilijk dat dan mogelijk ook is om dat vandaag al te geloven. Kom dan zeker naar onze infoavond nu donderdag in Kortrijk, Aalbeke. We gaan daar enerzijds al een globaal overzicht geven en toelichting geven rond wat hoogbegaafdheid betekent en de complexiteit van hoogbegaafdheid. Aan de andere kant gaan we ook toelichtingen geven wat verschillende mogelijke oplossingen zijn, bijvoorbeeld rond mindset, positieve discipline, versnellen, etc. En onder welke onderdelen Chromie Coach u daarin kan ondersteunen en begeleiden. Dus hopelijk tot donderdag.